Ik ben bestuurslid van de ijsclub in Lonneker en tevens verantwoordelijk voor de ijsvloer in de hoedanigheid van ijsmeester. Waar u nu op kijkt is onze ijsbaan, dat is onze vijver. De kabelbaan ligt aan de andere kant van het gebouw. Die is recentelijk aangelegd en een vijver is wel degelijk wat anders dan een krabbelbaan. Oké, maar wat is de krabbelbaan dan precies? De krabbelbaan is eigenlijk bedoeld voor de jongste jeugd om de eerste schaatsbeginselen onder de knie te krijgen. Voor de opbouw van de krabbelbaan maken we gebruik van het water uit de vijver. We hebben de beschikking over een grote pomp. Daarmee pompen we het water op en brengen we op de krabbelbaan. Daar komt er een laagje water op te staan. Dat hebben we afgelopen zondag gedaan. Is het aangevroren. Het laagje ijs komt dan op het water te liggen. Alleen de bodem die we hier hebben is ongelijk en waterdoorlatend. Dus het water loopt weg. Waardoor het ijs wat erop ligt, het is zogenaamd bomijs, daar kun je niet op staan. Als je erop loopt, dan zakt het in en dan krijg je allerlei schotsen. En dat brengt een stuk onveiligheid met zich mee. Dus dat is de reden dat we de krabbelbaan niet kunnen gebruiken op dit moment. Is dat dan niet een blijvend probleem, ook voor de komende jaren? Nou, het probleem is hopelijk niet blijvend uiteraard. Dat proberen we op te lossen straks door de zaken te egaliseren. En dan waarschijnlijk een andere manier van opbrengen te gebruiken. Dus laagje voor laagje. Oké, gereedschap mee. Dan gaat hij. Nou, deze vereniging is opgericht in oktober 1972 door mijn vader. Ik ben zelf geboren in januari 1973, dus ik ben eigenlijk mijn hele leven betrokken bij deze vereniging. En hoe dik moet het ijs dan gemiddeld zijn om op te kunnen schaatsen? Ja, dat ligt een beetje aan de kwaliteit van het ijs. Als je normaal gesproken redelijk goed hoge kwaliteit ijs hebt, dan hanteren wij een minimale dikte van 8 centimeter. Als de kwaliteit dan minder is, zoals als we praten over sneeuwijs bijvoorbeeld, dan hanteren we de minimale dikte van 10 centimeter. Ja, we bevinden ons nu in het ketelhuis, eigenlijk de trots van onze vereniging. In het ketelhuis staat de verwarmingsketel. Je ziet hier een bedieningspaneel. En hier staat, achter mij staan de tanks, ieder van 1000 liter. Dat zijn 6 tanks, geïsoleerd. Dat geeft ons gelegenheid om warm water te gebruiken in het geval van een ijsperiode. Oké, en het moet warm water zijn? Ja, warm water is altijd beter. Als je koud water gebruikt, dat hecht namelijk niet tot de bestaande ijsvloer. Dat betekent dat het openbarst en dat betekent dat je allerlei schilfertjes krijgt. Dus warm water last, zoals we dat zeggen, last beter. Wat maakt het zo mooi om hier betrokken bij te zijn? Nou, met name de saamhorigheid natuurlijk. Ik bedoel, je bent iedere maandagavond met een bepaalde groep bij elkaar met elkaar bezig. Ik denk dat we nuttig bezig zijn voor de landelijke gemeenschap. Dat het leuk is. Bovendien is het leerzaam. Ik bedoel, we zijn allemaal met techniek bezig. Dus voor iedereen is dat leerzaam om dat te doen. En uiteraard het sociale gebeuren na de tijd mag daar natuurlijk niet ontbreken. En wat maakt het schaatsen op een ijsbaan of op een krabbenbaan nou zo leuk? Ja, het grote verschil tussen schaatsen in de vrije natuur dan wel in een ijshal is natuurlijk dat je buiten bent. Natuurijs leeft, dat kraakt. Nou ja, we hebben het zelf ondervonden net, min of meer. Dus ja, dat geeft toch meer spanning. Oké, en wat is de verwachtingen voor de toekomst hier bij deze ijsvereniging? We hopen natuurlijk, Lonneker is groeiende nog steeds. Gelukkig komt er heel veel jonge aanwas. Dus we gaan ervan uit dat die mensen ook lid worden van deze vereniging, zodat wij nog steeds bestaanrecht hebben. Nou, dit is het resultaat. Van alle inspanningen op onze krabbelbaan. Ik denk helaas dat het dit jaar gaat er wat niet worden. Dus hier hebben we van geleerd. Dus volgend jaar gaan we een nieuwe poging doen.